Ron Jansen, jullie hebben corona lang buiten de deur kunnen houden in de selectie. Maar deze week kregen jullie dan toch ook met een positieve test te maken. Hoe kwam dat nieuws binnen, bij jou bijvoorbeeld? Ja, als Sanne Hesseling onze sportarts s'avonds belt, dan ben ik altijd al bang dat er iets gebeurt. Dat was dinsdagavond, was het zo. En Quincy was positief en door contactonderzoek. Ja, moest ook Godfried Roemera toe in quarantaine. En ja, we wisten dat wij waarschijnlijk ook een keer aan de beurt zouden zijn. Maar ja, op het moment dat je iets hoort, is dat heel vervelend. En het eerste wat ik heb gedaan, is de jongens zelf gebeld. Ja, hoe reageerde zij? Want ik las al ergens dat Quincy zei, ik heb helemaal nergens last van. Ja, Quincy heeft nog steeds nergens last van. Hij was ook wel een beetje opstandig met de regels. Maar hij begrijpt het ook. En het is ook niet anders. Je moet dan, als je positief bent getest en dat is nog gehertest. Dan moet je gewoon 72 uur in isolatie. En dan word je weer opnieuw getest. En als dat negatief is, nou, die uitslag verwachten we vandaag of misschien morgenochtend. Dan kan hij morgen bij de training weer aansluiten en is hij ook bij de wedstrijd. Alleen Godfried moet 5 dagen in quarantaine. En de kans is groter dan dat hij hem mist, want dat is pas zondag dat hij dan weer wordt getest. Dan dat hij er wel bij is bij de wedstrijd tegen PSV. Nou ja, eigenlijk neem je mijn volgende vraag al weg, want we hebben natuurlijk ook situaties gehad bij andere clubs dat je hoorde dat spelers waren getest en later bleek dat toch niet te kloppen. Er is dus een hertest al geweest. Ja. Oké, dus dat maakt het voor jou, qua puzzelen, ook voor jou, voor de wedstrijd, best wel lang ben je dan in onzekerheid van heb ik hem, in ieder geval Quincy, er wel of niet bij? Hoe ga je daarmee om? Ja, hartstikke goed. wij weten als ze niet zouden spelen, dan weten we de vervangers. Dus we hebben het alternatief hebben we gewoon paraat staan. En je zult, en dan mag je mij op, als het niet zo is, dan mag je het mij ook aan helpen herinneren. Ik ben echt niet in de war als er een keer een speler ontbreekt, ook al is het je beste speler. Want dan stellen we gewoon iemand anders op en daar hebben we gewoon vertrouwen in. Dan heb je natuurlijk met de tegenstand te maken die al heel wat meer coronagevallen ook hebben gehad. De laatste tijd daardoor ook best wel af en toe ook moesten puzzelen eigenlijk. Maakt het voor jou lastig om een goed beeld over hem te vormen? Of je staat het wel qua lijnen daar dat jij denkt, ik weet wel wat ik daar verwachten kan? Ik denk dat in de laatste wedstrijd van PSV dat je eindelijk voor hun, vooral door corona, maar soms ook door de transferwindow, dat je de grootste contouren van het basiselftal wel zag. Met de juiste namen en de juiste poppetjes. Dus daar beduren wij op voort. Maar ook zij zullen weer getest worden. En allemaal internationals, ze hebben er nog veel meer dan wij. Dus, maar ik denk dat wij wel weten hoe ze spelen. En ik denk dat wij ook wel 9, 10 of 11 spelers goed hebben die gaan starten voor PSV. Vlak voor de interlandbreek, toen leken de 3 spelers van jullie uit te vliegen, laat ik het even zo zeggen. Dat werden er ineens 6. Best wel verrassend dat Tjerny toch nog, Drommel toch nog en ook voor Danilo. Ja, dat is misschien voor hen natuurlijk superleuk, maar dat betekent ook meer reisbewegingen van spelers van jullie. Hoe vind jij dat dan, als je dan hoort van... Ja, maar als je ziet, Danilo was gewoon in de wolken, Vasov Tjerny ook. Ja, ze waren allemaal gewoon trots en vereerd dat ze bij het nationale elftal waren. En dan maakt het ook niet uit of je dan zeg maar stand-by bent en door een blessure of iets anders wordt opgeroepen. En ze zijn ook allemaal weer fris en fruitig teruggekomen. Dus hartstikke mooi. Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. Dus niemand heeft... Iedereen is goed teruggekomen. Ja. Ja. Halil, wederom belangrijk bij Jong Turkije. Die heeft hier nog niet heel veel minuten gemaakt in officiële wedstrijden. Maar dat moet voor zo'n jongen denk ik goed zijn. Maar dat zien jullie toch ook denk ik wel met blijdschap aan. Als je dat dan hoort. Het is hartstikke goed dat hij 2 volledige wedstrijden heeft gespeeld. Want zoveel wedstrijden van 90 minuten heeft hij al een hele tijd nog niet gehad. Ja, hij komt hier. En kijk, voor mij is het ook niet zo'n verrassing. Want we weten gewoon dat hij... Ja, die kan zo in de basis staan. Alleen ja, onze spits, ons team doet het gewoon goed. Dus dan moet je wel eens geduld hebben. Dat is best eens lastig voor spelers. Maar ja, ik denk dat we Halil ook nog wel eens een keer een goal zien maken voor FC Twente. Oké. Tot slot. Verder, want we hebben het nu even gehad over de jongens die weg waren. Allemaal goed teruggekomen. De jongens die gewoon hier waren, zijn ook allemaal staan er goed op, zeg maar. Ja, we hebben nog steeds 2 blessures. Dario Dumic gaat volgende week weer aansluiten na een hamstringblessure.
Die zal de wedstrijd daarna waarschijnlijk nog niet bij de wedstrijdselectie zitten. Maar daarna dan lijkt het heel positief. En ook Natangelo Markelo gaat goed. Dus dan hoop ik ook dat hij binnen een aantal weken weer bij de wedstrijdselectie zit. De vorige keer, want toen leek het ook alleen die twee te blikken hier mee, er toch niet bij te zijn. Die is nu wel gewoon. Ja, nee, dat was niet omdat we dat geheimzinnig deden. Maar die had wat problemen en die is toen even naar Zweden op en neer geweest voor een soort second opinion. Maar ook naar een vertrouwenspersoon die hem in verleden al heeft geholpen. Dat is in goed overleg gegaan. En die is met een goede kop en die heeft de hele week ook meegetraind, dus dat is mooi. Oké, okay. Tot slot, dat heb ik nog helemaal niet gevraagd. Niks met de wedstrijd te maken. Daar heb je vast iets van meegekregen, dat er steeds zo'n actie is. Ik mis hoe een matchday pakket. Ja. Wat vind jij er eigenlijk van? Want ze gaan heel hard. Soms weet ik niet of het Zwolle of Salland zoveel verschilt van het Twents, want... Ja, ik mis u. Dat is wederzijds. En ik vind dat zo mooi klinken. Dat klinkt veel mooier nog dan dat je ik mis je. Of ik mis jullie. Ik mis u. En alle supporters, wat ze allemaal doen. En trouwens, bij andere clubs zie je soms ook prachtige voorbeelden. Ja, het maakt alleen maar het verlangen zo groot. En het gaat ooit weer gebeuren dat... de Goalsveste helemaal vol is en daar wil ik er graag bij zijn. Dat ze een broodje Beenham weer in de veste kunnen halen. Ja, nou ja, af en toe een broodje Beenham met honing mosterd saus is niet verkeerd, denk ik.